Ja, hallo allemaal. Het is vrijdagmiddag en ik zit hier gezellig met jou, Sil. Ja, gezellig. En het is best een drukke dag zo. Nou, inderdaad. Ja, we hebben echt wel een hoop gedaan. Ja, want jij moest dingen testen voor mij. Ja, klopt. Of ik heb je al gevraagd of jij dingen wilde testen. Dingen die jij zelf hebt bedacht. Ja, inderdaad. Dus die moesten worden gemaakt en die moet je, dan kom jij daarvoor. Maar daar gaan we het straks ook over hebben, want dat heb je natuurlijk al vaker meegemaakt. Mm. En het is natuurlijk de dag voor het open huis. Ja, klopt inderdaad. Ja. Dus het is sowieso een beetje druk op de zaak. Ja, altijd hebben we een open huis of het event. Ja, maar dit was wel, misschien hadden we dit niet allemaal bij elkaar moeten plannen. Ja, maar ja, het is toch wel redelijk al gelukt, hè? Ja, je hebt zelfs nagels gemaakt bij Anouk. Ja, want we moesten dat natuurlijk testen op ook een hand. Ja. Dus het is best wel veel. Ja, klopt. Wij gaan het vandaag hebben natuurlijk over jouzelf, over Sylvana, over hoe jij bij Magnetic bent gekomen, hoe dat allemaal is gegaan. Maar jij wilde eigenlijk hoofdzakelijk het hebben over het belang van social media. Ja, inderdaad, zeker weten. Ja, ik ben er natuurlijk eigenlijk de hele dag wel mee bezig met social media. En ja, ik vond het gewoon leuk om het daar ook weer eens even over te hebben. Ja, social media is natuurlijk super belangrijk voor jou en eigenlijk iedereen die iets wil verkopen, marketing, online. Weinig kosten, hoog rendement, daar gaan we het over hebben. En we gaan ook een trip down memory lane doen, dus wij gaan beginnen. Ja, dit is natuurlijk anders, Cecile, want je moet nu echt een beetje met die microfoon connecten, ja, om een inderdaad beetje op jouw hybrid manier te praten. Eerst even gewoon, hoe oud ben jij tegenwoordig? 25. 25, je bent moeder geworden? Ja, klopt, hij is nu alweer anderhalf. Anderhalf, ja. En hij heet Louis? Ja. Louis Mauri. Louis Mauri. Ja. En je bent nu anderhalf jaar moeder. Dat betekent dat er in de laatste anderhalf jaar jouw leven behoorlijk op zijn kop komen te staan. Inderdaad, ja, zeker weten. Ik weet ook nog wel dat jij op een gegeven moment aan mij vroeg op kantoor, kan ik even met je praten? En ik dacht, oh god, wat gaat er nou weer gebeuren? En toen was je zwanger. Ja. En ik weet het nog heel goed, omdat jij zei, als je tegen de tijd dat je mijn leeftijd wil hebben, als je mijn leeftijd hebt, 45, dan was het zo fijn, want dan ging die waarschijnlijk al het huis uit. En ik voelde me toen heel oud. Ja, echt heel, heel, heel oud. En dat heb ik wel vaker als ik met jou in gesprek ben. Hoewel je eigenlijk wel een oude geest in een jong lichaam bent. Want ja, je bent ook wel heel, je weet ook wel heel veel. Wat is jouw achtergrond voordat jij nagels ging doen? Voordat ik nagels ging doen? Nou ja, ik heb na mijn HAVO-diploma ben ik HBO gaan studeren. Social work. Dus dat heeft natuurlijk wel redelijk te maken ook met gesprekken voeren, et cetera. Ja. En ja, dat heb ik dus eigenlijk 3 jaar lang gedaan. Maar ik denk in mijn eerste HBO-jaar ging ik ook mijn opleiding doen tot nagelstyliste. Dus dat deed ik er eigenlijk ook nog een soort van doorheen. Ja. En waar heb je die opleiding gedaan? Bij MF Academy. Bij MF Academy, ja, in Delft? Ja. En ook bij Syriza? Ja, bij Syriza. Ik was altijd klant bij haar. En ja, toen op een gegeven moment, ja, in die leeftijd ben je natuurlijk met bijbaantjes bezig. Ja. Toen zei Sri van, ik vond maar op een gegeven moment geen leuk bijbaantje. Toen zei ze, kom, ik ga je nagels leren zetten. Nou ja, mijn moeder overleg, want die had ook zoiets van, ja, oké, wat houdt dat dan allemaal in? En toen heb ik een opleiding gedaan bij MF. En daarna zei Sri, ja, kom gewoon lekker bij mij in de salon zitten. Kom gewoon lekker oefenen. Dus ik was eigenlijk een soort van de stagiair daar. Ja. Ik kon lekker meekijken met iedereen. Ik kon daar gewoon lekker oefenen. En het was eigenlijk heel fijn, want we hadden een salon met heel veel dames. Dus als er iets was of ik had vragen, ja, er was altijd wel iemand om me te helpen. Dus ik was echt in een warme nest. Dus je bent er eigenlijk een beetje ingerold op die manier? Ja, eigenlijk wel, ja. En natuurlijk, Syriza heeft op een gegeven moment is haar salon gesloten. En klopt, je hebt je salon verhuisd naar jouw moeder. Ja, bij mijn moeder thuis inderdaad. Ja, ik woon echt 5 minuten bij mijn moeder vandaan. En de enige nagelkamer die ik eigenlijk zou hebben, dat werd de babykamer. Dus ja, nu zit ik gewoon lekker bij mijn moeder thuis. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel lekker vanuit huis werken. Ja, dat, nou, ik kan me dat sowieso voorstellen met een klein. Dit is sowieso natuurlijk, ja, lekker, hè. Maar met een kleine, want je kunt natuurlijk tussendoor over. Hoewel, hoe ver lopen is het voor jou? Lopen van naar mijn moeder, ja, zo ongeveer 10 minuutjes. Oh. En met de auto echt 4 minuten. Okay. Maar ik vind het ook wel gewoon lekker, want ik heb 2 hondjes. Dus die lopen ook gewoon lekker rond daar. En, bij je moeder? Bij mijn moeder, ja. Je die neemt neem alles mee. Gewoon mee? Ja, maar mijn kind niet. Dat, oh, je kind niet? Nee, dus ik wil echt, als ik in een salon werk, wil ik echt even op dat moment. Ja, je bent altijd moeder natuurlijk. Ja. Maar ja, dan is hij gewoon op de opvang of bij opa en oma. In ieder geval, er wordt bij andere opa en oma. Ja.
Oh, je zou denken, dat je maakt helemaal gebruik of misbruik van de situatie. Ook je wel, hebt oppassen en alles in één. Nee, maar mijn moeder werkt natuurlijk ook gewoon. En ik werk op woensdag en donderdag. Op woensdag gaat hij naar de opvang en donderdag is hij bij mijn schoonouders. Want ik heb wel zoiets van, ja, ik weet je, als ik aan het werk ben, wil ik wel echt volledig daarop gefocust zijn. Ja. En soms dan in het weekend, dan doe ik wel als een klant. En dan is hij bij mijn moeder. Ja, en dan gaat hij mijn lades open trekken. En dan is dat mama, mama. Ja, en het is heel leuk, maar ik kan dan niet werken. En ik bedoel, mijn klant wil ook op een gegeven moment naar huis. Mm-hmm. Dus meestal zeggen ze eventjes gedag en dan gaan ze lekker wandelen of naar de dierentuin of whatever. Ik heb jou leren kennen, want jij bent op een gegeven moment meegekomen 's avonds voor een show. Mm-hmm, ja. Dat was een Neil Talk Live show, niet een e-workshop, maar gewoon een normale show. En toen kwam jij daar binnen als een soort vloggende reporter. Ik schrok me helemaal de tyfustautering. Wat krijgen we nou toch binnen? Ja. Ik verstond je ook maar voor de helft, want ik dacht, het is een heel apart taaltje. Maar toen was je dus, was Sylvana dus de hele tijd aan het vloggen met haar telefoon, terwijl wij met van alles bezig waren. Ja. Want toen had jij bedacht, ik word een YouTube-ster. Ik word een YouTube-ster, ja. Dat was het niet helemaal? Nee, ik heb het echt heel eventjes gedaan, maar het kost zoveel tijd om gewoon alles te filmen en te editen. Ja, en hoeveel mensen keken er dan naar? Dus uiteindelijk heb ik dat weer eventjes laten afzwakken en was het na 3 vlogs was het klaar. Oh ja. Ja, ik herinner me dat nog wel, want ik dacht echt, nou, die durft. Heftig, ja. Ja, heftig, maar ook wel, die heeft wel echt ballen, zeg maar, gewoon de eigen ding te gaan doen, terwijl we hier met iets belangrijks bezig zijn. Ja, inderdaad. Ja. Je was toen mee als model en je bent eigenlijk heel veel mee geweest als model. Heel veel. En zo heb ik je ook echt leren kennen, als een soort jong meisje en vrij stil. Tot een bepaald moment, toen begon je open te worden en toen ging ze kletsen. Nou, er komt geen eind aan. Als je een kwartje erin gooit, komt er een euro uit. Maar altijd hele interessante informatie. En daar hebben we een klein fragmentje van. Okay. We hebben in ieder geval een klein stukje van hoe dat dan ging. Kijk, hier zit jij. Oh ja. Nog steeds met een pony. Ja, aan inderdaad. De tafel, als model. En Syriza gaat op jouw nagel werken. Ja. Kijk even mee. Ja, dat klopt inderdaad, Pepijn. Ik ga de standaard beelderkleer gebruiken. Maar ik heb eerst met Power Gel Clear een mooie verlenging opgezet. En ik ga de Flash Gel gebruiken. Ik ga de Flash Gel gebruiken als strijklaag. Dus ik trek hem ook over de hele nagel heen. Richting de cuticle. Dus eigenlijk daar waar ik mijn Power Gel straks wil hebben, tot daar lak ik. De Flash Gel gaat 90 seconden onder de lamp en ik ga de plaklaag weer verwijderen. Ik begin met de Power Gel Nude en ik leg daar vast alvast 1 bolletje neer. Oké, let op Gillian, dit is een echte muscle gel, speciaal voor jou. Nou, dat was helemaal niet gescript of zo, maar daar zat jij als model. Ja, en ik weet echt dat we op een gegeven moment echt 2 of 3 dagen achter elkaar toe gingen filmen. En ik had echt pijn in mijn pols op een gegeven moment van die houding die ik moest aannemen. Het was echt nagel erop, nagel eraf. Ja. En jij filmde toen nog echt die elke dag toen inderdaad. Ja. En toen ging echt, toen kwamen die gesprekken natuurlijk. En dan 's avonds lekker uit eten. Ja. Maar even terugschakelen, want je hebt dus een HBO social... Social work, ja. Social, is dat gewoon maatschappelijk werk, zoiets? Je had 2 verschillende kanten. Je had maatschappelijk werk en sociaal-pedagogische hulpverlening. Die laatste, die deed ik. Maar tegenwoordig is het social work, hebben ze allemaal samengevoegd. Oké, maar daar ben je dus wel, daar ben je mee gestopt uiteindelijk? Ik ben er uiteindelijk mee gestopt, ja. In mijn derde jaar, ik deed die opleiding. Ik moest ook stage lopen, was echt een zware stage. En ik had mijn klant. Ik had namelijk, in mijn eerste jaar was ik begonnen, dus ik was al een tijd bezig. En ik vond het natuurlijk hartstikke leuk. In de salon ging het goed. En die meiden kwamen natuurlijk ook met nieuwe klanten. Van, nou, daar kan je bij Sylvana. Toen op een gegeven moment kwam het moment van, ik heb het eigenlijk te druk met school. Mm-hmm. En dat vond ik gewoon, deed me eigenlijk een soort van, daar werd ik heel verdrietig van. Want ik wilde heel graag klanten doen. Ja. Maar ik had het heel druk met school. En toen, toen belandde ik eigenlijk wel in een burn-out. Want het was gewoon te veel naar school, stage. Hoe oud was je toen? Een jaar of 20? Ja, denk het. Ja. En toen op een gegeven moment, ik kon niet meer. Dus toen zijn we gestopt met school. En toen was het idee van, oké, we hebben een tussenjaar. Je gaat lekker werken, even fris en dan weer beginnen. En ik ben nooit meer begonnen. Ja, maar goed, je bent natuurlijk wel, je hebt wel echt een carrière gevonden in nagels. Inderdaad. Want het is natuurlijk voor jou meer dan alleen een nagelstylist te zijn. Zeker weten. Je bent trainer, je bent ook een soort van productontwikkelaar. Klopt, en natuurlijk op jouw manier ook een influencer geworden. Ja, zeker.
Wat wel grappig is, is Nina, dat is de dochter van Tegilda, en zij werkte altijd in het weekend. Jij bent echt haar grote voorbeeld. Ja. Zij zegt, iedereen is heel aardig en leuk, maar Sylvana, dat is gewoon, want je hebt het, you've got it all. Ja. Ja, het is ook echt een liever. En dan elk weekend zie ik het weer. En dan gaan we lekker kletsen. En dan zeg ik nog, ga je nog wat doen met je vriendinnen? En nou, ze vindt het gewoon echt heel erg leuk. En ik heb er ooit een keer beloofd Louboutin nagels te gaan zetten. Dus nou ja, dat zegt ze elke keer nu ook tegen de moeder. Dat als ze 16 is, dan krijgt ze Louboutin nagels. Ja. Oh, dat zal ik ook helpen onthouden. Ja. Nee, maar ze ziet natuurlijk in jou een self-made woman. Jij bent echt wel een voorbeeld van een vrouw die echt haar eigen pad heeft geëffend en daar alles voor heeft gedaan. En inclusief Balenciaga gimpen van een fortuin. Maar je doet het allemaal gewoon op eigen kracht en kunnen. Ja, inderdaad. Zeker. Ja. Besef je van jezelf hoe bijzonder dat is? Nou, niet echt, denk ik. Niet echt. Maar het is wel gewoon leuk om het zo allemaal te horen. En ja, ik vind het gewoon leuk om echt verschillende kanten in het nagelvak te doen. In plaats van echt alleen in de salon te zitten, product ontwikkelen, hier natuurlijk te zijn, lessen te geven. Dat vind ik echt het leukste, gewoon die afwisseling. En dat geeft gewoon echt een soort van adrenalinekick om te doen. Hoe vind je de dimensie van het buitenland? Ik vond het echt heel leuk. Want we zijn natuurlijk afgelopen weekend naar Zwitserland geweest. Klopt. En hoe vind je nou de dynamiek? Vind jij dat er een andere dynamiek is tussen bijvoorbeeld in Zwitserland of in Nederland? Je bedoelt in een les dan? In een les. Nou, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Kijk, in een les natuurlijk heel veel mensen kennen jou al wel. Dus dan gaat dat altijd wel wat makkelijker. Omdat ze van, ja, ik ken jou ook. Ik heb wel heel veel films van jou gezien. En daar, soms dan kan je er echt helemaal nieuw zijn. En ik had ook een blush workshop gegeven. En eigenlijk had ik een groep die nog helemaal geen blush kennen. Dat vond ik dan wel grappig. Ja. Want als ik hier een basis blush les geef, dan eigenlijk de meesten kennen het wel. Dus dat was wel weer leuk om eigenlijk een soort van terug naar toen te gaan. Toen de blushes helemaal nieuw waren, was ja eigenlijk heel veel mensen kenden dat natuurlijk niet, het nieuwe concept. En nu naar het buitenland is er dus ook nog een groepje van mensen die dat eigenlijk niet kennen. Nou, ik denk dat die groep best groot is. En ik denk dat we dat ook wat vaker moeten gaan doen. Ja. Want we hebben nu het ijs gebroken, zeg maar. Maar ik denk dat we in bepaalde landen in Europa, maar ook buiten Europa, echt die blush moeten gaan herintroduceren. Ja, dat denk ik ook. Want ik denk dat die blush wel echt een moderne versie is van de kunstnagel. Ja, zeker weten. Echt die natural look. Echt die prachtige, schone, clean look eigenlijk. Heel veel mensen kennen dat concept. Maar jij zegt natural clean look, maar je hebt zelf lange poken op je nagels. Waarom is dat dan? Ja, nou, ja, de shape-its zijn natuurlijk gewoon nu uit. En ik vind het wel weer leuk om weer een keer langer te gaan. Ja, misschien dat sommige mensen die nu kijken en mij wel kennen van vroeger. Maar ja, toen ik bij Syriza kwam, ik had de langste nagels. Het kon niet gekker dan gek. Mm-hmm. Ja, en toen op een gegeven moment ging ik echt into the shorties. En toen werd het korter dan kort. En nu denk ik van ja, ik vind het toch weer leuk om ietsje langer te gaan. Ik hou dan wel echt die natural look. Dus dan denk ik, nee, een lange nagel met een gelpolish, denk ik, nee, dat vind ik dan weer een soort van too much voor mij. Ja. Dan wil ik nog steeds die natuurlijke look dat hebben. Zachte. Dat zachte inderdaad, maar dan ietsje langer. En wat mensen misschien niet weten, is dat jij en Louelle zijn ook echt degene geweest die mij hebben overgehaald om dual forms of shape-its in het assortiment op te nemen. Ja, zeker weten. Want ik was daar had er helemaal niet zo'n zin in. Nee, dat klopt. Ja, inderdaad. En jullie hebben dat voor elkaar gebokst. Ja. Maar goed, dat komt zo direct. Jij bent bij mij de eerste keer als gast geweest en ik geloof dat het toen ook ging over social media. Klopt dat? Nou ja, ik was natuurlijk aan het vloggen. Dus dan inderdaad zullen we het zeker over de social media gehad hebben. Ik denk ook wel echt toen ik een beetje over dat BIAP ging praten, bedoel je, denk ik. Mm-hmm. Toen Rubber Base was eigenlijk net uit, dat weet ik nog. Ik kwam als model en Rubber Base. Nee, je gaat nu iets te snel. Dat hebben we zo direct. Okay. We gaan nu gewoon naar de allereerste keer dat jij zelf, voor jouzelf, naar de studio komt. Oh ja, ja. Ja, was dat wat was dat ook alweer, hè? Kijk maar even mee, we hebben hem klaarstaan. Oh. Zoals we het zojuist al vertelde, hebben we vanavond een speciale gast. En wij kennen haar al van de Engelse shows natuurlijk. Ja, ja. Daar is Sylvana onze social media expert. Maar Sylvana is ook expert als het komt over de shorty nageltrend. Sylvana, welkom. Vertel eens wat over jezelf. Hi allemaal. Mijn naam is Sylvana. Ik ben al een nagelstylist voor 4 jaar. En ik zit bij Syriza aan de salon, bij Pasha Nails. Ik ben gespecialiseerd in alleen eigenlijk shorties. Dat is wat ik doe in de salon. Maar eerst, Sylvana, wil ik graag weten,
Hoe ben jij op het concept gekomen dat je alleen maar shorties hoeft? Want ik weet dat jij ook hiervoor langere nagels maakte, elmend nagels. Sterker nog, je heel erg technisch specialiseerde. Vanwaar deze overstap? Klopt. Vooral op social media zag ik echt heel veel kleine of korte nagels voorbij komen. En ik dacht, ja, ik wil me daar toch iets meer in specialiseren. Ik ben daar op internet gaan kijken. Vooral in Russische landen komt het nu heel veel voor. En het is vaak een beetje onderschat. Mensen denken toch vaak, oh, het is een makkelijke nagel, dat kan ik wel. Maar ik denk, hoe kleiner, hoe moeilijker het toch kan zijn. Dus vandaar ben ik eigenlijk me daarin gaan specialiseren. Ja, lik je nagel zegt toen al zo'n knappert. Ja, nou, dat zal echt nog wel een flink aantal jaar blijven. Zeker met hoe goed jij jezelf verzorgt. Want je houdt wel van een dingetje hier en daar. A little bit of this and a little bit of that. Mm-hmm. Maar in ieder geval, je merkt ook aan deze intro dat jij gaat dan praten over shorties. En ik denk echt eigenlijk bij mezelf, ja, je kunt je maar ergens in specialiseren. Okay, maar eigenlijk zoek je gewoon de makkelijke weg. Ja. Ja, dat zou je denken inderdaad. De natuurlijke nagel met een lakkie. Ja. Je had ook een lak op je nagels. Ja, ja. Maar was dit echt het begin van de shortie in de zin dat... Zag je toen ook al die combinatie met die natural nail tree? Of tenminste die combi-manicure? Of was het gewoon echt nog het concept van korte nagels? In jouw hoofd? Nee, ik denk wel echt al de combi-manicure al wel. Ja, ik ging natuurlijk echt wel toen in de basis werken met building base, rubber base en fibercoat. En ja, er werd al veel gedaan met e-manicure. Het was echt op het begin was het echt de e-manicure. Dus ik deed al wel een beetje wat, maar niet op de versie hoe ik het nu doe. Ja. Ja, bij die langere nagels was dat natuurlijk ook zo. En dan deed je ook de e-manicure. Ja, maar ook eigenlijk echt minimaal. Ik denk toen ik me in die shorties ging specialiseren, dat was, dat noemde ik daar ook van echt die Russische kant die je dan zag, die trends voorbij komen. En dat was toen inderdaad met een e-manicure. En toen dat hier ook in Nederland kwam, was het in eerste instantie ook echt alleen maar e-manicure, dus elektrisch. In plaats van nu hebben we niet natuurlijk... Knippen. Nee, en nu hebben we natuurlijk de combi-manicure, dus dan gecombineerd met een schaartje. Ja. We zouden het gaan hebben over social media. Ongeveer op dit stadium in jouw leven, denk ik ook, begon jij dus ook zelfstandig een rol te vervullen binnen Nail Talk Live. Mm-hmm. En eigenlijk ook het eerste stapje te zetten naar lesgeven. Ja, klopt. En dan wordt social media plotseling superbelangrijk. Ja, zeker weten. Want hoe ga je nou zorgen dat de wereld weet dat jij kaas hebt, zoals Jaap altijd zegt. Ja, inderdaad. Kijk, en... als je dan naar je volgers kijkt, zijn het natuurlijk eigenlijk allemaal klanten. Ja. Dus ik heb echt ervoor moeten zorgen dat die hele groep aan volgers is eigenlijk getransformeerd naar een niet een klantenvolgersgroepje, maar echt een cursistengroep die me volgen. En natuurlijk volgen er ook klanten mij. Mm-hmm. Maar als ik eigenlijk kijk naar alles wat ik nu maak, is dat voor de cursist. Ja, dus je focus ligt echt op het... laten weten wat iemand bij jou kan leren. Ja, inderdaad. Dus echt naar de nagelstylisten toe. Tips, tricks, step-by-steps. En ik leg niet zoveel meer echt... voor een klant ga je echt wat minder vakjargon natuurlijk praten. Ja. Wat houdt mijn behandeling in? Is heel kort. En nu leg ik echt meer met vakjargon uit. Met cuticula en dat soort termen. Ja, een klant weet dat niet. En nu richt ik het dus echt op de nagelstylist. Hoe heb jij dat zo je eigen gemaakt? Hoe is dat gegaan? Ja, dat is wel eigenlijk een hele goeie. Ik denk dat toen ik eigenlijk lessen ben gaan geven, dacht ik echt ook van, ja, mensen gingen dan vragen van, oh, maar wat voor product heb je toen gebruikt? Toen dacht ik, ja, kijk, een klant denkt daar niet aan. Die denkt, ja, leuk kleurtje, een rode kleur. Mm-hmm. Maar een cursist wil natuurlijk weten, wat voor precies rode kleur heb je gebruikt? Of welke bulder heb je bijvoorbeeld daaronder gezet? En toen ben ik in eerste instantie echt gaan neerzetten ook van, ik heb deze en deze producten gebruikt. Ja. Al informatief eigenlijk naar de cursist toe. Dus op die manier ben ik een beetje gaan switchen al richting van wat er allemaal al gebruikt was. Ja, meer educatief. Ja, meer educatief inderdaad. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik vind dat jij eigenlijk vanaf het allereerste begin eigenlijk wel een hele duidelijke eigen handtekening hebt. Ik herken gewoon een Sylvana post, foto of filmpje. Eigenlijk al jaren. Ja, klopt. Hoe waarborg je het feit dat je zo dicht bij je eigen identiteit blijft? Hoe werkt zoiets? Want ik zou heel erg de neiging hebben om heel erg te denken, oh, ik heb zin in blauw. Ik heb zin in dit. Ik heb zin in dat. Oh, en dat ik doe nu zus en ik doe nu zo. Maar bij jou zit er een soort rode draad doorheen.
die heel constant is. Ja. Maar daarbinnen wel heel veel verschillende dingen. Ja, ja, dat ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan ben ik, nou, als je helemaal terugschoolt, denk ik niet. Maar op een gegeven moment kwam er als rode draad sowieso voornamelijk mijn witte achtergrond. Mm-hmm. Ik wilde echt, nou, ik wil niet die clean look zeggen, maar ik wilde gewoon die lichte look hebben op mijn pagina. En dat is dus dat ik begon met een witte achtergrond. En dat zeg ik ook veel tegen cursisten. Kijk, het is leuk om een keer, je van die grote boeken van de Action. Ja, met die achtergronden. Met die achtergronden, ja. En de ene keer heb je een baksteentje, en de andere keer heb je blaadjes, en de andere keer heb je bloemetjes. Het is hartstikke leuk, maar het wordt wel een soort van kermis op je pagina dan. Mm-hmm. En ik wilde echt rust uitstralen, ook voor een potentiële klant die dan eventueel kijkt, want dat vertel ik dan ook in mijn lessen. Je klant wil ook niet te veel en te gek hebben, denk ik ook mijn doelgroep dan. Dus ik wilde het echt wat rustiger hebben op mijn pagina. Dus die witte achtergrond is wel echt een grote rode draad daarin. En ja, ik hou van prullaria, dat zeg ik altijd, van mijn accessoires, ja. Maar ook minimaal. Dus ook niet in elke foto datzelfde beertje of datzelfde armbandje omdoen. Ik probeer dat echt mondjesmaat terug te laten komen. Maar ik moet zelf zeggen dat in het gebruik van je accessoires ben je altijd heel erg hip. Ja. Heel erg trendy. Ja. En zit dat gewoon in jouw karakter? Dat je heel erg gevoelig bent daarvoor? Of kom je op de juiste plekken? Of heb je klanten die daar juist heel erg mee bezig zijn? Want nou, je komt af en toe met dingen dat ik denk, nou, het zal wel. Maar dan zie ik het en dan denk ik, oh, wat leuk. Dat leuk, ja. Ja, ik denk sowieso wel qua klanten ook. Ik heb wel wat jongere doelgroep qua klanten. Ik denk dat mijn gemiddelde klant een jaar of 28 is. Ja. Dus ze hebben ook vaak dan een blouseje aan die ik zelf ook zou aantrekken. Of een jasje aan die ik zelf ook zou aantrekken. Dus die gebruik ik soms ook wel voor mijn foto's. Nou ja, de ringen, dat zijn allemaal bijvoorbeeld ook merken dat ik denk, oh ja, dat merk, daar heb ik ook bijvoorbeeld oorbellen van. Dus dat zijn dingen die ik dan sneller gebruik. En ja, soms in mijn foto, perfecte fototraining, nou, dan nemen heel veel cursisten echt hele leuke props mee. En dan spot ik ook echt props dat ik denk, dat is echt een prop ook voor mij. Ja. Ik zie heel veel andere leuke dingen, maar dan denk ik, dit is niet passend bij mij. Ik krijg niet een warm gevoel dat ik denk, oh, daar wil ik echt graag een foto mee maken. Het kan iets heel leuk zijn, maar het past niet bij mij. En dat zeg ik eigenlijk ook altijd in mijn lessen. Iedereen is anders. Iedereen heeft zijn eigen stijl van nagels maken. En ook hoe je je marketing wil doen. Hoe je je sfeer wil uitstralen. Dus het moet ook echt zijn wat bij jou past. Nou, ik vind dat je dat heel goed treft. Ik denk namelijk dat het voor heel veel mensen, want het gaat natuurlijk over social media en het belang van social media, maar het is natuurlijk best een heel breed verhaal. Ja, ja. Ik denk dat heel veel mensen het lastig vinden om hun eigen identiteit over te brengen. Dat denk ik ook inderdaad, zeker. En zijn daar bepaalde tools voor? Nou, sowieso eigenlijk als je al bijvoorbeeld start met een achtergrond. Kijk, dat is best wel makkelijk en ook snel om te doen in de salon. Ik gebruik altijd eigenlijk mijn witte achtergrond. Dus ja, ik hoef niet na te denken van, oh, ik ga dat boek openslaan. Ik ga er doorheen zoeken. Dus die witte achtergrond is voor mij heel makkelijk. Maar als voorbeeld, ik kende ook een nagelstylist en die deed altijd een zwarte achtergrond. Ja. Ik vond het prachtig, ja. Maar het was niet mijn type. En dat zeg ik soms ook in de lessen van, weet je, dat kan je ook doen. Als jij denkt, ik voel meer een zwarte achtergrond voor mij, meer die darkness vibes, wat ook prachtig is, dan moet je dat zeker doen, want dat straalt natuurlijk jou uit en jouw klant treft jou dan ook door die foto en dan zullen jullie een goede match zijn. Dus zeker het gebruik van achtergrond is denk ik heel erg belangrijk. En daarnaast ook de props die je gebruikt. Hou jij bijvoorbeeld heel erg van bloemetjes, van kunstbloemen, ja, dan kan je daar constant een beetje gebruik van maken. Het hoeft niet in elke foto, maar gewoon zo nu en dan een mooie kunstbloem tevoorschijn. Nou, ik ben gek op kunstbloemen. Echt, mijn hele huis staat vol met kunstbloemen. Ik woon gewoon in een soort afhaalboutique kunstbloemen. Maar de eerste keer dat ik kunstbloemen meenam voor een fotoshoot, werd ik echt met de grond afgebrand, dus ongeveer. Nee. Ja. Omdat het het meest lelijke was wat er was in de ogen van de crew. Ja. Maar dat mag dus wel van jou. Ja, maar als dat wel passend is bij jou, het hoeft ook niet hier de bloem en de nagels erop. Ja, dat weet ik natuurlijk wel. Het mag wel een beetje. Ja, ik zou zeggen mooi, die hand gaat gewoon mooi in het midden. En een beetje ergens in de achtergrond, misschien een beetje wazig zelfs, is dat kunstbloemetje dan. Welke social media is voor jou het meest belangrijk? Facebook of Insta? Instagram. Instagram. Echt, ja, top 1. En hoe belangrijk vind jij jouw pagina? Het conceptualiseren van de rode draad in die pagina. Ik hoor namelijk wel eens, dat ben ik met mensen in gesprek, of je hoort niks over, ik wil een bepaalde look voor mijn pagina,
Of je hoort mensen zeggen, ja, maar dat wil ik niet, want mijn pagina. Ja, nou, zo een ben ik er. Ik ben echt wel een zeur over als het hoe mijn pagina is. Ik heb ook echt een speciaal appje dat ik mijn foto's neerzet hoe ik ze wil posten. Ja. Dus vooraf ga ik eerst wat foto's selecteren. Die ga ik dan echt puzzelen van, oké, nu staat die in een mooie look als het ware. En die ga ik dan echt zo posten. De ene dag die, de andere dag die. Ja, omdat ik gewoon echt die look wil bewaren. En ik denk dat dat ook misschien voor een klant beter er misschien dan uitziet om dan een afspraak te maken bijvoorbeeld. Ja, Erik Gill zegt ook tegen mij, het kijkt rustig. Ja. Tegelijkertijd, denk ik, beperk je daar niet je potentiële nieuwe klantenkring mee. Want het zijn natuurlijk mensen die houden van die rust en die kalmte. Ja. En ik weet niet of ik nou per se dan daar helemaal opgewonden van zou worden. Ik vind jouw nagels nee, prachtig ja, hoor. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, kijk, dat is wel het nadeel en waar ik dan tegenaan loop. Is, ik zou bijvoorbeeld nooit twee verschillende prints naast elkaar posten. Dus de ene, geen idee, een heftige inlay met glitters. En de andere, ook een heftige iets met een stempel. Ja, dat zou ik heel heftig vinden om dat naast elkaar te posten. Dus ik wil daar een rustig setje tussen hebben. Maar tussen eigenlijk die rustige sfeer die ik op mijn pagina heb, komt er echt wel eens een knalsetje uit. En dat is ook leuk, want dan zie ik echt dat dat ook qua views veel meer views en likes krijgt. Mm-hmm. Maar dan inderdaad voor die klant die een keer echt wel voor wat anders houdt, die ziet dat waarschijnlijk ook in die rustige feed van, oh, krijgen we daar ineens een hoop glitters? En die gaat daar dan ook op drukken. En ziet dan toch iets wat ook passend is voor hem of haar. Ja, misschien heb je ook wel een soort van, door de scarcity, door het feit dat het scarce is, dat het meer opvalt dan dat je natuurlijk alleen maar strooit met confetti. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Want ik plaats natuurlijk heel veel naturel setjes. Ja. En als ik dan een keer echt een setje met een inlay of zo, of heel iets anders doe, dan inderdaad, dan merk ik echt dat ik andere views krijg, andere reacties van ook hele andere accounts. Dan denk ik, oh wat leuk, dat is een tijd geleden. Of ik ken jou nou eigenlijk nog helemaal niet. Dus dan zie je ook weer dat je echt een soort van andere doelgroep aantrekt. Maar dat wil ik dus door die rustige feed, wil ik dus inderdaad soms dan zo'n heftige Maar ik hoor posten. Ook wel, en ik weet niet of de kijkers dat ook horen, want ik denk dat voor sommige mensen dat dit heel veel informatie is, maar ik hoor ook dat jij wel degelijk kijkt naar de statistieken, als je dat zo zou kunnen zeggen, van wat er zich afspeelt op jouw pagina. Ja, dus niet klopt. Alleen het mooie en het prachtige, et cetera. Ja. Maar ook, wat doet mij dit dan? Ja, inderdaad. Kijk, ik denk dat eigenlijk iedereen dat wel doet in de zin van als je nog een foto hebt gepost, dan zie je op een gegeven moment wat likes komen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik kijk wel echt naar elke post en dan zeker, ik post meestal een beetje in de avond zo. Ja. Eigenlijk de dag erna, mensen worden wakker. Dan zie ik dat ik nog een beetje een stijging heb qua likes. En dan op een gegeven moment, dan houdt het op, want dan hebben de mensen die het gezien hebben, die hebben het gezien. En dan ga ik eigenlijk naar mijn statistieken kijken. En dan zie je ook heel goed hoeveel mensen hebben het geliked. Hoeveel reacties heb je gekregen. En hoe vaak is het opgeslagen. En daar zie je dus heel erg verschil in ook. In de setjes die je post. En soms zijn het echt de setjes waarvan je denkt van, nou, dat is een leuk setje. En die hebben dan ineens zoveel views. Terwijl er echt soms een setje is dat je denkt, ik heb daar zo mijn best voor gedaan. Ja. Ik vind dit een prachtige set. En het is qua likes. Dus soms is er echt geen Als je het nou hebt over Instagram marketing. En je hebt natuurlijk het algoritme van Instagram. Mm-hmm. Dus Instagram helpt of benadeelt jouw gedrag. Ja, klopt. En daarnaast jouw eigen efforts. Mm-hmm. Hè? Hoe denk jij dat zich dat verhoudt, percentueel gezien? Dus hoeveel is de kracht van Instagram zelf? Mm-hmm. En hoeveel is de kracht van jouw eigen keuzes? Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met, je merkt op een gegeven moment een beetje wat trendy is op Instagram, wat veel mensen doen. Nou, een tijd geleden was dat heel erg stories plaatsen, dus je verhalen plaatsen en je hoogtepunten. Dus als je op je eigen pagina gaat, heb je van die kleine bolletjes. Nou, dat zijn die hoogtepunten. Ik merk dat een tijd geleden was dat echt een ding. Iedereen ging zijn hoogtepunten mooi zetten en zo. En nu merk je dus heel erg dat het reels is. Als je reels post, krijg jij echt door Instagram echt een soort van boost. Wordt jouw pagina echt veel meer bekeken dan dat je een gewone foto neerzet. En dan is het moment dat je dus moet gaan switchen van, oké, ik post eigenlijk alleen maar foto's of ik post heel veel verhalen. Nu moet je eigenlijk die kracht dan nemen
om reels te gaan posten. Maar is dat iets wat jij zelf concludeert op basis van jouw eigen onderzoek? Of is dat iets wat je ziet gebeuren in het algemeen op Instagram? Of heb jij ergens een kristallenbol, die heet de Instabol, dat is wel lekker geweest, die dat dan vertelt? Dat zou fijn zijn. Ik denk dat het een beetje is van beide eigenlijk. Je hebt natuurlijk gewoon je vaste accounts die je volgt. Iedereen heeft echt wel een paar pagina's die je erg inspireren, waar je vaak op kijkt. En het is me dus echt opgevallen dat nu heel erg de reels dus upcoming zijn. Ook omdat TikTok natuurlijk heel erg groot aan het worden is. Mm-hmm. Dus eigenlijk die TikTok-achtige filmpjes, die moet je nu heel erg op Instagram gaan posten. En dan ga ik dat inderdaad een keer proberen. Nou, als voorbeeld, ik heb dus een ASMR-filmpje geplaatst van Shape It, die ik eraf klik. En dat was een filmpje dat ik dacht, nou, die handschoen die irriteert mij. En het was helemaal moi. Het is mijn beste reel ooit bekeken. Nou, en ik zat te kijken en ik dacht echt, hoe kan dit? En toen dacht ik, ja, maar blijkbaar gaan die reels veel beter dan anderhalf jaar geleden. Want toen deed ik mijn best met die reels en het was ook moi moi. Maar nu blijkbaar omdat dat algoritme van Instagram zo is aangepast dat reels dus blijkbaar meer bereik krijgen nu op dit moment. Ja, dan moet je eigenlijk dus wel gaan instappen om die reels te maken. En ik was dus heel erg bezig met mijn feed, nog steeds. Alleen nu denk ik soms van, ja, maar ik moet echt nu een reel gaan plaatsen. Misschien past hij niet helemaal hoe ik wil. Maar dan ga ik het eigenlijk semi-passend maken. In je feed? In mijn feed. Omdat ik echt die reel dan wil plaatsen. Dus het is een denk een beetje van beide. Kijk, Instagram. Er komen natuurlijk elke keer nieuwe functies. En je moet daarin meegaan. Want als je daarin blijft hangen in die oudere dingen. Je zult wel je vaste groepje hebben die jouw pagina of jouw foto's gaat bekijken. Maar die hele grote groep die je kan krijgen door reels te posten, ja, die pak je niet aan. Dus dat betekent dat je echt moet gaan shiften daarin. Maar als ik dan kijk naar jouw eigen leven, hoeveel tijd van een dag besteed jij aan jouw socials? Ja. Is dat te vatten? Of is dat een. Als ik naar mijzelf kijk, ik gebruik de socials op een hele andere manier dan jij. Mm-hmm. Ik gebruik de socials om marktonderzoek te doen. Om te zien wat voor trends en fluctuaties er zijn. Wat voor ontwikkelingen er in het algemeen zijn. En daarnaast zijn er ook een aantal dingen die ik persoonlijk heel erg leuk vind. Sorry, dat zijn pagina's die ik volg. Maar ik doe dat echt tussen de bedrijven door. Ja. En ik heb dus het gevoel dat me dat geen tijd kost. Maar mijn telefoon zegt dat ik 6 uur per dag met mijn telefoon bezig ben. Ja, dat voelt het eigenlijk voor mij ook wel een beetje. De hele tijd ben je inderdaad. Ik zit eigenlijk wel heel veel op Instagram algemeen. Ik zit ook wel een stukje op TikTok, maar dat is niet zozeer echt voor nagels. En Facebook natuurlijk, Nail Talk Live, de groep. Maar ja, op mijn privé Facebook ben ik eigenlijk niet zo heel erg veel bezig. Het is dus echt voornamelijk op Instagram. En daar kijk ik ook inderdaad gewoon naar trends die ik zie. En producten waarvan ik denk van, oh, dat ken ik helemaal nog niet. Dat hebben we bijvoorbeeld nodig. Dus daar ben ik ook heel erg mee bezig. Dus ja, inderdaad, hoe je zegt, ja, de hele dag ben je gewoon daarmee bezig. Maar je hebt niet het gevoel dat je daarmee bezig bent. Nee, je gaat er niet een paar uur voor aan een bureau zitten. Zo van, ik ga nu even mijn tijd dedicaten aan Insta. Het gaat denk ik echt gewoon tussendoor, weet je. Ook als ik in de salon zit, de klant loopt de deur uit en ik ga gelijk weer een beetje scrollen. Ik ga kijken hoe goed mijn foto het doet. Ik ga iets reposten bijvoorbeeld. Maar ook, ik scroll door mijn pagina en denk, oh, wat een leuke tutorial. Dus ja, en dan heb ik eigenlijk niet eens door. Want dat ook voor mij is dat een soort van rustgevend of zo. Om gewoon nieuwe dingen te ontdekken. Wat ik wel merk, zeker bij wat oudere mensen, is een soort insta-fear. Ja. Een soort angst. Ja. Een angst om iets te laten zien. Is er een advies? Want ik denk dat jij dat niet hebt, maar je bent natuurlijk wel heel perfectionistisch. Ja, dus jij denkt alles 100 miljoen keer door. Mm-hmm. Maar je hebt ook een soort jeugdige onbevangenheid. Ja. Deels is dat jeugd, deels is dat ook je persoonlijkheid. Mm-hmm. Maar hoe zou je dat doen? Wat voor een advies zou je een 35-plusser geven die denkt, ja, maar wat moet ik dan? Is het wel goed genoeg? Ja, is de foto wel mooi genoeg? Zijn die nagels wel mooi genoeg? Ja.
Kijk, dat snap ik echt. Dat zie ik ook in mijn fotolessen en in de social lessen die ik gaf. Belangrijkste is, ga gewoon wat posten. En kijk, ik wil gewoon de grote doelgroep het liefst bereiken die er te bereiken valt. Maar ik snap dat als je het heel spannend vindt, dan is het juist ook leuk om eerst te zeggen, nou, ik vind het gewoon leuk, want ik heb wat familie en wat vrienden die me volgen en die geven me een likeje en die reageren een keertje. En ik denk dat eigenlijk de eerste stap is om gewoon lekker wat te gaan posten. En net zoals wat ik zeg, ik gebruik ook gewoon een witte achtergrond en ik gebruik ook niet te veel spulletjes om mijn foto's te gebruiken. Dus ja, ik zou gewoon zeggen, ga gewoon wat foto's maken, lekker posten. En als voorbeeld neem ze ook bijvoorbeeld een beetje mee door je dag heen. Dus wat voor behandeling Terwijl ik naar je zit te luisteren, is het natuurlijk ook op het moment dat je nog niet zoveel volgers hebt, kun je ook eigenlijk vrij risicoloos risico's nemen. Ja, klopt. Want als het volledig niet aanslaat, dan slaat het maar niet aan. En het is eigenlijk heel leuk, want je ziet nu ook heel goed, eigenlijk als je vanaf het begin af aan gaat posten, en je gaat een beetje experimenteren met posten. Dus je kan zeggen, ik ga een keer een reel posten en ik ga een keer een foto posten. En misschien wil je wel een zwarte achtergrond en de andere keer een bloemetjesachtergrond. Maar je kan wel heel goed experimenteren wat werkt qua bereik. Mm-hmm. Want eigenlijk als je een post hebt, dan kan je heel makkelijk zie je statistieken staan. En zo kan je dus als je wat dingetjes eigenlijk als trial gepost hebt, kan je eigenlijk ook goed kijken van, wat haalt voor mij nu het grootste bereik? Moet natuurlijk wel passend zijn. Je moet niet iets posten wat niet jou is natuurlijk. Mm-hmm. En vanuit die richting kan je wel denken, oh oké, nou dit werkt op die manier. Dan kan je daar gewoon mee doorgaan. En ik denk dat dat ook jou misschien een boost geeft als je ziet van, oh wat ik uitgeprobeerd heb, werkt. En dan kan je vanuit daar kan je eigenlijk verder gaan. Ja, en ik denk ook wel dat het ontwikkelen van een persoonlijke stijl per definitie tijd kost. Het kost echt tijd, zeker weten. En ook je groep volgers is heel verschillend. Ja. Ik denk dat elke trainer van ons heeft gewoon zijn eigen doelgroep natuurlijk gecreëerd. En zo ga je natuurlijk ook je pagina opbouwen. En ja, misschien zullen er wat volgers op een gegeven moment komen en weer afvallen. Maar dan zijn het ook niet jouw type volgers. Nee. Daarover gesproken, heb jij wel een soort ideale klant voor ogen op het moment dat jij, nemport welke marketingactie dan ook, gaat ontwikkelen? Dat is natuurlijk een term die je heel veel hoort, hè, marketing. Ja. Ideale klant, perfecte klant, schrijf voor je ideale klant, wie is de ideale klant? Ja. Vandaar die vraag, ben jij je daarvan bewust of creëer je content puur omdat jij dat mooi vindt en ben jij zelf dus jouw ideale klant? Nee, ik heb wel echt een beetje een ideale klant als visie, maar het verschilt ook echt per post die ik maak. Dus ik maak ook echt wel soms posts met tips en tricks en de ene keer gaat het over een combi manicure en de andere keer gaat het over lifting. Dus dan focus ik me echt van, in de lessen hoor ik vaker dit voorbij komen. Mm-hmm. Dus dan ga ik echt op dat probleem, ga ik dus echt zitten en daar uitleg over geven. Maar als ik eigenlijk gelijk kijk naar hoe ik mijn klanten, toen ik, nu is mijn doelgroep natuurlijk, juist veranderd, naast stylisten, maar toen het klanten was, had ik wel echt een soort van type de blush klant. Dus echt inderdaad een beetje rond mijn leeftijd, eigenlijk een beetje hoe ik ben. Zo ging ik eigenlijk ook die doelgroep uitbreiden, of hoe zeg je dat? Dat was een opzoeken. Beetje, ja, opzoeken. Dat was eigenlijk een beetje mijn ideale klant. Ben je toch wel een beetje zelf? En als ik nu ook ga kijken eigenlijk naar mijn klantenkring, die zien ze heel groot. Maar als ik kijk naar mijn klantenkring, ja, het zijn eigenlijk wel gewoon meiden die soort van ook mijn vriendinnen kunnen zijn. Ja. Eigenlijk creëert dat Instagram door zijn algoritme een weerspiegeling van je perfecte zelf. Want het laat je zien wat je wil zien. Het laat je zien wat je inspirerend vindt. Het laat je zien wie je inspirerend vindt om te volgen. Ja. Dus misschien dat wel die combinatie van het algoritme met je content per definitie bij die persoon dan terechtkomt. Ja, en ik ben ook echt wel van mening dat als jij een type nagel niet wil maken, dan hoef je dat ook lekker niet te doen. Je bent natuurlijk een eigen ondernemer. Je mag zelf kiezen, wil jij met heel veel systemen werken, wil jij maar met één systeem werken? Dat is natuurlijk eigenlijk aan jouzelf. Dus soms hoor ik ook van, ja, maar ik wil helemaal niet met acryl werken, maar een klant kwam naar me toe, ik wil acryl. Dan is dat ook niet jouw type klant natuurlijk. Nee, dan raak je nu wel een ander onderwerp aan, maar ik denk wel dat je daar gelijk in hebt. Ja, dus ook als je dan wil gaan posten en jij hebt nog acryl in je la liggen, je denkt, oh, wil ik over acryl gaan posten, want die ene klant wil acryl. Dan hoeft dat ook helemaal niet. Als jij graag met
een ander product wil werken en die klanten wil aanspreken voor dat product, dan moet je dat ook gewoon doen. Denk je dat selectief zijn het makkelijker maakt? Nee, ik denk het. Ja, het, ja en nee. Ik denk ja, omdat het voelt voor jou goed. Het is jouw richting. Jij wil dit graag. Maar je doelgroep wordt natuurlijk wel kleiner. Hoe specifieker je bent, hoe kleiner de doelgroep wordt, hoe moeilijker het is om die doelgroep aan te spreken. Ja, misschien moeilijk om hem in eerste instantie te vinden. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat die niche natuurlijk wel... Maar goed, we gaan nu wel heel erg diep op de zaken in. Ik heb nog even wat leuke dingetjes. Want we hebben van het begin van de internationale show... hebben we natuurlijk ook nog wat behind the scenes, geloof ik, dat dit zijn. Hoe we hier met elkaar in een deuk liggen. Oh ja. Daar is Jaap ook bij. Een foto maken met z'n allen. Ja, ja, want we moesten natuurlijk een leuke... Hoe heet zoiets? Een thumbnail, ja. Oh ja. En hier zijn we. En we zijn natuurlijk niet iedereen is meer bij ons. Maar die zijn er natuurlijk in gedachten misschien nog wel. Ja. En Jaap staat daar. Jaap is toevallig op vakantie gegaan vandaag. Kijkt natuurlijk nog steeds trouw alle shows. En is er ook veel bij betrokken. Want op een gegeven moment, jullie merken het. Sylvana heeft echt wel... Ten eerste wil ik een comment van Syriza voorlezen. Want zij zegt, alleen al hoe je dit vertelt, bewijst hoe jij bent gegroeid. En dat is ook echt zo. Want ik vind dat dit een... ik heb vaker met jou over socials gesproken, ook in de show. Maar je bent hier wel echt als je bent wel echt... gegroeid. Echt gegroeid. Nou, dat is heel fijn om te horen. Ja. Maar goed, je begon natuurlijk met een heel mooi klein kraagje. Want jij was onze social girl. Ja. En jij ging dan voor ons op zoek naar socials. Ja. En dat ging jij dan ons vertellen. Nou ja, dat hebben we natuurlijk ook. De hele jonge Sylvana. What a fun fact is that the model Syriza used in this video of doing the e-manicure prep or the e-manicure is called Sylvana. And Sylvana is also new to Nails Talk Live. Well, not new because I know her through being a model for Syriza. And she's handling our social media items in this season. So she's scouring the net, finding out fun and inspirational things. But this time she also shows us how she does this. But before we go to this video, of course, we introduce Sylvana. Hi, Sylvana. Hi, guys. My name is Sylvana Huiberts. I'm a nail technician for 4 years, and I only do shorties. For this show, I'm going to be your social media expert. I'm going to show you some famous, popular, and funny videos that I find on social media, like Pinterest, Instagram, Facebook, and TikTok. Ja, en eigenlijk kwam dat hier nog niet eens zo goed uit de verf. Mm-hmm. Want ik denk dat de meeste dingen die jij dan scout of vindt op TikTok of whatever, daarmee kom je naar mij toe met productideeën. Ja, ja, eigenlijk wel. En dat begon eigenlijk al met de rubber base. Ja. Is natuurlijk de blushes daar een heel goed voorbeeld van, maar ook de fibergels zijn er nu een goed voorbeeld van. De Shape-It zijn natuurlijk een voorbeeld. We zijn weer met nieuwe dingen bezig. Maar je krijgt ook wel eens de deksel op je neus. Ik zeg ook wel eens tegen je, ja, Sylvana, daar geloof ik nou echt niet in. Ja. Of wat zit je nou weer? Ja. Uit welk ei kom jij nou weer gekropen? Maar dan iets aardiger. Ja, ja, ja. Vind je dat lastig? Dat niet alles wordt... Dat niet alles, dat ik daar hysterisch op afspring? Ja, oh, dat snap ik. Nee, maar kijk, ik kom hier natuurlijk dan helemaal leuk van... Oh, nou, dit moeten we hebben. Maar jij denkt er natuurlijk even heel goed over na... voordat je een product natuurlijk op de markt zet. Soms kom ik met een iets dat ik denk... Oh, dit is een leuke gel. En dan blijkt dat eigenlijk gewoon echt niet oké producten in te zitten. Ik weet niet meer, maar jij kwam toen een keer met een cat-eye aan of zo. En toen zaten er ook echt hele schadelijke producten in. Mm-hmm. Dus weet je, daar denk ik dan een soort van niet over na. Voor als je iets op Instagram ziet, denk je, oh, wat leuk, want het glimt en het glittert. Maar ja, je kijkt er natuurlijk veel verder over na. En dan denk ik, ja, daar heb je eigenlijk wel gewoon gelijk in. Het is natuurlijk, dat zou je natuurlijk gewoon totaal niet op de markt moeten zetten. Ja. Dus dan hoor ik dat zo terug van jou. Dan denk ik, nee, daar ben ik het echt zeker mee eens dat zoiets niet... hoort te komen. Maar ook daarentegen, ja, soms dat zijn dat van het eendagsproducten, moet ik altijd maar een beetje zeggen. Dat je denkt, oh, dat is leuk, maar dat gebruiken ze dan letterlijk één zomer en dan is het eigenlijk ook wel weer klaar. Of je ziet echt een paar keer een topjam met een heel stom figuurtje erin. Zie je voorbij komen en dan denk je, oh, grappig wel. Maar ja,
geen klant gaat dat willen dragen ook, inderdaad. Dus ja, zulke soort dingen is in eerste instantie leuk, maar dan achteraf dan zeg je van ja, zul dat... Nee, en dan denk je, ja, nee, heb ik wel gelijk. Nou, ik denk dat je het goed zegt. Geen klant wil dat dragen of vaker dragen. Ja. Dat is natuurlijk als merk hetgeen waar je je verantwoordelijkheid legt. Want je wil natuurlijk een product verkopen wat de nagelstylist herhaaldelijk kan gaan verkopen of gebruiken. Het is wel verleidelijk hoor, want dat enthousiasme van jou, dat is best wel... Ik bedoel, dat heeft een hele collectie blush opgeleverd. Ja. Met hoeveel blushes hebben we nu? 40 stuks. Ja, misschien wel zelfs 48 of zo. Heel veel producten die natuurlijk allemaal... Maar voordat we daar naartoe gaan... jij bent op een gegeven moment als trainer ook in Nail Talk Live gekomen. Mm-hmm. Want dat meisje die ook vooral een mening over had... Die bleek ook echt wel ook wel die mening te kunnen onderbouwen. En toen ging jij levelen. Ja, met je rubberbase. Je begon met levelen met rubberbase. En laten we maar... Oh, ik hoorde hem al in mijn oor, maar laten we maar kijken. Of niet... Of we lopen vast. Hoi allemaal. Ik ga vandaag aan jullie laten zien hoe je een rubber base net iets meer kan levelen. Dus bijvoorbeeld wanneer de nagel echt over de vingertop heen komt qua lengte, dan moet je die net iets meer body geven, dus net iets meer levelen. Dat ga ik vandaag aan jullie laten zien. Ik begin dus weer met een dun strijklaagje. Leg een beetje op de nagel. Duw mijn kwastje plat en zo kan je goed bij de nagel inkomen. Hoeft niet te veel op je kwastje te liggen. Gewoon zorgen dat hij mooi egaal ligt. Dat hij overal dekt. Mooi aansluit bij de cuticle. En ook goed bij je vrije rand. Nu mijn eerste laagje is uitgehard, ga ik nu weer een tweede strijklaagje aanbrengen. Maar die ga ik nog niet uitharden. Ja, dat was het begin. Ja, dat was het begin inderdaad. Rubber base. Ja. En dat was het best bekeken filmpje van mij op YouTube. Is dat zo? 16.000 keer hoor ik in mijn oor. Ja. Alle kanonnen nog aan toe. Inderdaad. En moet je nagaan hoe actueel dat op dat moment dat was, hè? Dat was echt het ding. Ook levelen was... Ja, dat shorty, hele shorty verhaal was echt net een soort van... Here going on. En ja, mensen wilden wel gewoon weten hoe je die bolling eigenlijk wel... zo semi-non-filing kon opbouwen. Dus ja, dat was echt toen... Ik ook, want daarom ben jij in de show gekomen. Want ik dacht, ja, nou laat dan maar zien wat dat dan is. Want ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Ja. Ik heb ook tot dat moment eigenlijk nooit zo geloofd in non-filing. Ja. En pas bij jou dacht ik van, oh ja, 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 dat kan. Ik moet wel zeggen dat ik die allereerste nagels, die waren wel vrij volumieus. Ja. Daar zat best wel wat product op. Dat is echt, ja. Maar het was ook de smaak. Ja, dat was ook denk ik wel een beetje de smaak inderdaad. Maar ook denk ik de angst van dadelijk laat mijn product los. Dus ik gooi er maar gewoon heel veel product op. En nu heb je natuurlijk heel veel technieken om een dunne nagel te maken die heel stevig is. Ja, maar het is echt leuk om dat te zien. Want ja, ik heb daar een keertje met Luella over gesproken. Want die vertelde mij echt, want ik begreep nooit dat dat echt smaak was. Ja. Ik dacht, dat is een... dat doen jullie zo omdat het niet anders kan. Ja. Maar Luella heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd, want toen ging het over nagels en over bollingen. En toen zei ze, ja, maar Pepijn, ik vind dat gewoon niet mooi. Ik vind dit mooi. En toen dacht ik, oh, zit dat zo? Ja. Kunnen jullie daar zo'n andere blik op hebben? Ja. Maar bij jou is dat natuurlijk de andere kant op geëvalueerd. Ja. Toen kwamen we bij de blush. Ja. En dat kwam eigenlijk als een soort, bijna een soort, kwam heel terloops. Ja. We gingen in het weekend filmen, op zaterdag en zondag. En jij was weer het model van Syriza. Ja. En het was hartstikke gezellig. We hadden koffie gehaald op de zaak. En terwijl wij teruglopen hier naartoe... Ik geloof dat dat zelfs de dag is geweest dat Syriza Yara heeft ontmoet in de kantine. Okay. Maar terwijl wij teruglopen naar de zaak, begin jij te praten over de Natural Nail Treatment. Want hier kende ik het concept Natural Nail Treatment nog niet. Dat was er nog niet. Mm-hmm. Jij begon te praten over de Natural Nail Treatment en over hoe jij dan
dat zag en wat het allemaal inhield. Wat weet jij daar nog van? Nou, ik weet nog echt precies dat ik daar op dat krukje zat. En dat jij daar, dat wij echt een soort van Srisa was in de demo bezig. Maar die moest constant stoppen. Omdat wij weer in gesprek gingen over rubber-based, natural nail treatment. Dat hele nude look verhaal van de nagel. Ja. Uiteindelijk heeft Srisa... Misschien gewoon, 1 of 2 nagels gedaan op die hele dag. Eentje moest zelfs nog overnieuw. Omdat wij gewoon eigenlijk zoveel gesprek daarover waren. Dat we echt soms inderdaad gewoon echt alles plat gooiden. Om echt even een goede discussie te hebben. Want nee, we kunnen niet verder. Want we hebben het nu echt ergens want over. Want het begon met het idee. Het oorspronkelijke idee van jou was de rubber bases uit te breiden. Ja, ja. Meer kleuren daarin. Mm-hmm. En ik zat naar jou te luisteren. En jij beschreef die klant en die trend en het gevoel. En ik voelde dat heel sterk. Een natuurlijke nagel. Zacht, mooi, perfect. En ik zei toen op een gegeven moment tegen jou gezegd. Maar Sil, dat moet een hele andere lijn worden. Het moet een heel ander gevoel krijgen. Ja, dat is niet de rubber base. Niet dat technische. Nee, klopt. Maar het moet zijn wat jij mij allemaal nu vertelt. Ja. En Jezus Christus, wat bracht dat plotseling een boel mee? Niet normaal. En dat heeft ook lang geduurd. Ja. Hè? Ik denk dat je een van de weinigen bent die weet hoe lang zo'n heel proces werkt. Ja, inderdaad. Echt van de start. En toen hebben we hier in de coronaperiode... hebben we hier in de lokale zaten we dan met een groepje trainers en modellen. En we hebben, weet ik veel hoe vaak, opnieuw een gel gezet. Want die verkleurde en die liet los. En ja, toen moesten we dus echt... Weet je, dan is het leuk, want dan heb je op een gegeven moment je kleurtjes. En toen zei ze, toen zei jij van, oké, we hebben de kleuren. Maar het hele marketing eromheen moet natuurlijk al gemaakt worden. Dus wat voor feeling, wat voor look willen we erbij hebben? Dus... Dat was echt vanaf nul. De fotoshoots ben ik bij aanwezig geweest. Heb ik nagels gezet. Dus het voelde echt ook gewoon als een soort van Sinterklaas geheim. Wat je bij je droeg toen we het nog niet bekend mochten maken. Ik had het al in het salon was ik ook al bezig geweest met gel. Ja, en daar zat ook wel wat druk op. Hè? Want ik kreeg natuurlijk van verschillende kanten. Die treatment werd belangrijker. Ja. En in een of andere manier heeft dat corona natuurlijk wel meegeholpen. Ja. Omdat het niet heel erg door kon gaan. Ja, inderdaad. Maar ik weet nog, jij vertelde, er waren mensen die vroegen €200 voor een set nagels, een behandeling. En ik probeerde daar een afspraak te maken, want ik dacht, ik moet dit ervaren en ik moet het zien. En uiteindelijk dat dopje, ik vergeet dat dopje nooit meer. Dat heb jij natuurlijk maar deels meegekregen, maar we wilden een ander dopje. Ja. Maar dat moet over de automatische machine lopen, want dat gebeurt allemaal automatisch. En toen hebben we dat dopje laten maken. Tientallen duizenden stuks. Echt tientallen duizenden stuks. Ik noem geen exacte getallen, maar veel. Maar dat dopje, het normale gel polish dopje, heeft een zilver ringetje. Mm-hmm. Aan de onderkant van het dopje. Dat ringetje is 2 millimeter hoog. Dat zat er dus niet. Daardoor was het dopje 2 millimeter te kort, waardoor die dus niet over de machine heen ging. En al die dopjes naast de machine flikkerden. Want die worden door middel van lucht, worden die zeg maar ondersteboven gezet, zodat ze op die flesjes kunnen worden gedraaid in de productie beneden. Al die dopjes vlogen uit die trommel. Nou, dat was echt, dat was echt, ik dacht, nu weet ik het niet meer. Het is allemaal goed gekomen, hè? Het is allemaal goed gekomen. Maar dat was een hele bevalling. Ja. En dan heb je 12 kleuren. En dan is het nog niet genoeg. Was het niet klaar? Nee. Want dan was het inderdaad op de markt. En dan hoorde je van, maar ik mis wel dit. En ik mis wel dat. En het hele natural nail trend avontuur ging natuurlijk ook gewoon verder op social media. Dus ook daar zag je weer een nieuwe trend waar we op gingen inhaken. En toen kwamen de shimmers en de pastels en de nails. De koffies. Koffies, ja, inderdaad. En... dat is echt gewoon bizar om gewoon te zien hoe het nu na die jaren gewoon is gelopen. En eerst kende eigenlijk, toen het net er was, niemand kende nog de blusjes. En nu is het gewoon echt leuk om te zien ook hoeveel mensen er met de blusjes werken. En als ik dan ook op Instagram kijk, dan zie ik ook gewoon hele mooie nagels. En dan denk ik, wat leuk. En dan kijk ik en dat is met de blusjes. Dus dat is echt zo leuk om te zien
dat er zoveel nagelstylisten nu met de blusjes werken. Niet in ieder land werd het heel erg enthousiast ontvangen. Hè? Mm-hmm. Want we hebben natuurlijk ook in landen distributeurs en die zeiden, nou, maar korte nagels. Nee, ja. Hier willen ze allemaal alleen maar stiletto nagels. Ja. En we snappen het niet. En ik zie dus nu pas in bepaalde landen het die opkomen. Switch komen. Ah, oké. Okay, ja, dus we moeten gaan. Dus, ja. Ja, want ik heb nu al tegen een aantal distributeurs gezegd, zie je nou wel, als je nou had geluisterd, was je de eerste geweest. Ja, inderdaad. En dat allemaal dankzij jou. Ja. Wij hebben echt Magnetic goed op de kaart kunnen zetten. Ja, dat is echt bizar. Dat is echt... En het was voor jou de eerste keer dat jij ook training ging geven als trainer van trainers. Ja. Ja. Want plotseling, we hadden daar dus een blush bootcamp. En dan moesten de trainers worden getraind. En daar zat jij met je roze top. Met mijn roze top en mijn roze jurkje die tweede dag. Ja, hartstikke leuk. Met al die ballonnen die we hadden opgehangen, die allemaal naar beneden kwamen. Het moest helemaal in die sfeer. En ja, dat was echt bizar ook gewoon. En de dag van de training kwamen die penselen, van de blushpenselen binnen. En die hebben toen nog tevoorschijn getoverd. Ja, dat was wel echt wel heel leuk hoor. Maar echt bizar hoe snel dat allemaal is gegaan. Maar onverschrokken deed je dat. Ja. Gewoon, oh ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Ja. Zo ook de introductieshow. Want wij gingen blush introduceren. Ja. En jij inderdaad in het roze. En ik had ook nagedacht, ik doe ook een roze overhemd. Syriza, die memo niet binnengekregen. Ja. Maar dat was het moment. Oh, dat was echt het moment. Wij gingen bloed, zweet en tranen en geld. Ja. En dat was de op of de ronder. Dus ja, dat moeten we natuurlijk ook even laten zien. Laten we bij het allereerste begin beginnen, hè? Ja. Want wat is eigenlijk, Sylvana, in jouw ogen de definitie van een natural nail treatment? Ja, mijn definitie van een natural nail treatment is allereerst natuurlijk heel erg belangrijk, combi-manicure. Dus een Russian manicure, een combi-manicure toegepast. Daarnaast hebben we natuurlijk de versteviging van de natuurlijke nagel, ook echt hartstikke belangrijk. Maar daarnaast vind ik het ook nog belangrijker, de handverzorging met seduction. Dus die drie complimenten maken eigenlijk samen natural nail treatment. Nou, natural nail treatment is dus de natuurlijke nagel. Ja. In al zijn glorie en schoonheid. Ja, de natuurlijke nagel in al zijn glorie en schoonheid. Oftewel gecorrigeerd the hell out of it. Want die natuurlijke nagel helpt niet altijd mee. Nee. En daarom ook die shape-its, want daarom je wilt gaan corrigeren en andere vormgeving erin krijgen. Ja, inderdaad. En ik weet ook nog, want jij wilde altijd square nagels maken met hoekjes. Nou, ik werd er knettergek van, want dan brak er weer zo'n hoekje af. Ja. Ja, inderdaad. Kijk, het is echt superleuk, die natural nail. Als die niet doet wat ik wil, ja, dan gaat hij er echt bijvoorbeeld even onderuit gefreesd worden. Ja, maar goed, mensen gaan naar een nagelstudio toe, omdat die natural nail niet doet wat ze willen. Ja, ja. Dus dat is een beetje De tweestrijd die ontstaat. Je probeert een prachtig, zo natuurlijk mogelijke nagel te maken, terwijl die natuurlijke nagel helemaal niet zo prachtig is. Nee, inderdaad. Ja. Weet je, dat is wel echt het ding. Kijk, je kan bijna met elk product eigenlijk wel die natural look creëren. Ook met acryl. Ja, ja. Weet je, in de lessen ook, dan bouw je bijvoorbeeld een natuurlijke nagel op. Maar als hij naar beneden gaat lopen of hij gaat naar binnen krullen, ja, ik wil hem gewoon helemaal strak en recht maken. En vandaar dat ik het dus geweldig vind om nu gewoon met die shape-its te werken. In combinatie met de fibergel, om gewoon echt die hybrid nagel te maken. Dus dat betekent de sterkte van de fibergel, maar dan echt de blush look er als het ware overheen, door bijvoorbeeld nog met de blushes te werken. Dus zo kan ik op die manier die natuurlijke nagel eigenlijk minimaal corrigeren hoe ik wil. Ja, je zegt minimaal corrigeren. Eigenlijk is het de natuurlijke nagel van minimale invloed laten zijn. Ja. Ja, als dat nodig is, mijn optiek dan. Ja. Maar goed, dat is wel heel vaak nodig. Dat is heel vaak nodig, Wat vind je eigenlijk het meest bevredigend van zo'n natural nail treatment? Is dat de combi-manicure of is dat de applicatie? Uh-huh. Of is dat uiteindelijk het totaalbeeld? Ik denk, wat voor mij echt het grootste verschil maakt, is echt de combi-manicure. Ja, dat dacht ik ook. En ja, Cerise, weet wat ik nu misschien ga zeggen, maar altijd als wij hier een trainende trainer hebben en we gaan langere nagels maken, nou, dan vind ik het wel een keer leuk om dat dan te doen. En dan moet er natuurlijk heel veel tijd besteed worden aan de inlay en de glitters en het nagelbed veilen. Dus Cerise zegt altijd, geen combi-manicure doen, gewoon een easy prep.
dat kan ik niet. Ik kan het niet. Ik moet mijn combi manicure doen. Mm-hmm. Dus dat is altijd wel echt zo grappig. En dat maakt voor mij gewoon het allergrootste verschil. Ik zeg ook wel, stel nou dat je een nagelsalon had waar je voor de ene persoon die velt het af, de andere persoon doet dit, de andere persoon dat. Nou, ja. Ik ga de combi manicures doen. Ik vind dat zo'n verschil maken al op... En dan niet eens kijken naar hoe jij je nagel opbouwt, maar alleen die combi manicure al maakt gewoon heel die kortere nagel zo'n mooie clean look. Ja, dat ben ik wel met je eens hoor. Ik vind het ook eng, ja. Een combi manicure, maar dat komt omdat ik heel ouderwets ben en ik het niet gewend ben. Mm-hmm. Maar als ik dan een keertje bij jouw model ben, en dat gebeurt eens een paar keer gebeurd, niet vaak, maar een paar keer. Ja. Ik vind het doodeng, want je gaat zo ver dat je echt... Maar het is wel daarna mooi. Ja. En dan zit er niet eens iets op die nagel. Nee. Ik bied ook in de salon echt only Russian manicure behandeling of only combi manicure behandelingen aan. Dus echt ook voor mensen die in de zorg werken, die geen nagels mogen. Dan ga ik echt alleen daar de combi manicure op uitvoeren. En dat vind ik ook heel leuk om op de foto te zetten. Het is gewoon veel cleaner. Of bij mannen inderdaad is dat ook echt heel leuk om te doen. En ik denk ook, omdat je dan die kortere nagel hebt... Ja, dan met die combi manicure. Ik vind ze gewoon geweldig. Ja, een heel ander deel van die nagel wordt plotseling van belang. Ja. Terwijl bij een gel polish nagel, dan kijk je naar de kleur. Dat merk ik ook als ik rondloop op kantoor. Ik kijk of naar de kleur, of naar de inlay, of naar de manicure. Ja. Pedicure vind je ook heel leuk. Ik vind pedicure leuk, maar echt het esthetische gedeelte. Ja, dus echt natuurlijk. Het lakken inderdaad. En ook daar toch een lichte versie van een manicure op bij de teennagels. Vind ik echt heel erg leuk ook om te doen. Ja, want jij hebt op een gegeven moment had je zelfs het plan opgevat om dan de expert op cosmetische of esthetische pedicurebehandelingen te worden van Europa. Ja, inderdaad. Ja, en toen kreeg ik een baby. Ja, toen kreeg je een baby. Want die baby van jou, die leuke... Louis. Ja. Hij was even weg, maar dat komt omdat ik altijd, als ik aan de naam van Louis moet denken... Het eerste wat ik dan denk, Sil, dat is zo gek, is hoe je het spelt. Ja. Niet eens hoe je het uitspreekt, maar ik kreeg dat geboortekaartje van jou binnen. En ik dacht, wat staat hier nou eigenlijk? Ja. Wat een gekke, of nee, niet een gekke naam, wat een andere naam. Ja. En pas toen ik hem uitsprak, begreep ik wat het was. Ja. Want, maar goed, dat is een side note. Maar je raakt zwanger en plotseling zijn we onze blush babe kwijt. Ja. Ja. En alles stort in als een kaartenhuis. Ja. Ja. Dat was echt heel bizar. Ja. Ja. Ik heb je dat ook niet altijd in dank afgenomen hoor. Ik dacht echt op een gegeven moment, nou wat een tutbel. Ja. Je had plotseling geen tijd meer. Dan belde ik je op voor een open huis of zo. En dan zei je, ik kan niet. Nee. Ik ben al te veel weekenden van huis. Ja. Nou, hoe moeilijk is het om als jonge moeder met een echte carrièrevrouw, want dat vind ik toch wel echt, als we het over jou hebben. Jij bent een jonge vrouw die in de bloei van haar leven staat, die en een carrière heeft, een brede carrière, en dus de beslommeringen van het moederschap. Ja. Hoe combineer je dat met elkaar? Ja, dat was echt heel erg lastig sowieso op het begin. Weet je, je moet echt alles ontdekken van het hele moederschap. Daarnaast, ik gaf ook borstvoeding. Dus dat was ook natuurlijk echt wel zwaar, als het ware. Omdat het komt echt op jou neer. En ik had echt zoiets van, nee, ik wil de eerste tijd echt periode gewoon echt met hem bezig zijn. En op een gegeven moment ben ik natuurlijk weer lessen gaan geven, maar ook... echt wel rustig aan. En ik merk nu, echt sinds hij een jaar is, dat ik echt wel weer denk van, oh, ik merk dat er gewoon ruimte is. En je voelt je ook weer echt een beetje jezelf. Ja. Dat hoor ik wel gewoon om me heen van veel jonge moeders. Van ja, echt toen die een jaar of anderhalf was, merkte hij van, oh, ik ben weer echt mezelf aan het worden. En dat merk ik nu ook gewoon, dat ik kan hem veel makkelijker loslaten in de zin van dat hij even bij oma blijft of even bij zijn vader blijft. Om dan gewoon hier weer naartoe te komen. En dat geeft ook mij weer een soort van nieuwe energie om gewoon weer lekker bezig te zijn met nieuwe producten, et cetera. Dat vind ik echt wel weer leuk ook gewoon, om weer even omhoog te gaan. Een soort reset. Ja, eigenlijk wel, ja. En ik vind het ook fijn dat ik inderdaad wel even die tijd heb genomen om echt die newborn fase gehad te hebben. En nu merk ik echt inderdaad gewoon met de nieuwe producten, met de shapes, heb ik echt zoiets van, ja, ik wil heel erg lekker door. Nou, ik denk ook wel, Sylvana, dat je daar de allerbeste keuze mee hebt gemaakt die je kunt maken als nieuwe moeder.
Want, en dat is denk ik ook wel een van de redenen waarom dit vak zo leuk is. Als je begint aan een gezin. Omdat je die tijd zelf kunt indelen. Ja, ja. En je eigenlijk niet echt afstand hoeft te nemen. Nee, dat klopt. En eerst werkte ik, ja, ik werkte soms 6-7 dagen in de week. En ik ben echt bewust ook, dat vond ik heel fijn eigenlijk. Want ik had natuurlijk mijn verlof. Dus mijn klanten waren eigenlijk naar veel collega's gegaan. En nu kon ik echt bewust kiezen van, oké, ik ga niet meer 5 dagen in de week salon doen. Ik ga maar 2 dagen in de week salon doen. Ik heb echt de klanten teruggenomen waar ja die voor mij gewoon goed voelden. En die ook op die dagen konden natuurlijk. Ja. En de rest zat al bij mijn collega al voor een langere tijd. Dus die vonden het eigenlijk ook wel gewoon prima om daar te blijven. Dus dat vond ik ook heel fijn dat ik niet een discussie had. Dus ik werk eigenlijk gewoon minimaal in de salon, zodat ik ook gewoon hier nog mijn tijd kan besteden. En ja, de ene week heb ik bijvoorbeeld nu vandaag de podcast, maar normaal ben ik op vrijdag altijd vrij. Dus nu heb ik ook gewoon die tijd en ruimte om dan hier naartoe te komen. Nou, en op reis te gaan. Ja. Want we zijn wel natuurlijk afgelopen weekend. Ja. Het is weliswaar, maar wat is het? 3 dagen eigenlijk. Maar het is wel 3 dagen, dat had jij een half jaar geleden echt niet gedaan. Nee, inderdaad. Nee, zeker. Maar dat vind ik nu ook gewoon weer leuk om dan echt te doen. En dan hoor ik alweer van, ja, volgend jaar is het weer. Denk ik, oh, leuk, weet je wel. Dan heb ik er echt weer maar zo van zin in. Maar jouw vriend, handelt die het goed, de kleine? Ja, met ondersteuning van opa's en oma's. Ja? Ja. Is dat anders? Ik weet dat echt niet, serieus niet, hè? Is het hebben van een baby een lastig of makkelijk voor een vader, een nieuwe vader? Hoe is dat? Ja, ik denk dat dat echt ook per man heel erg verschilt. Ik heb een huilbaby gehad tot 10 maanden, dus dat was voor mij al heel lastig. Laatst aan voor zijn vader. En ik merk, hij zegt ook echt wel constant, nu die ouder wordt, wordt het wel leuker. dus ja, weet je, ik denk dat op een gegeven moment, als die luiers ook klaar zijn, ik denk dat het dan voor hem in ieder geval wat makkelijker maakt. En aan voetballen en ja, dingen ondernemen. Maar ja, je hoort ook heel veel vaders die gewoon al vanaf baby's af aan het hartstikke geweldig vinden en geen moeite. En ja, elke man is natuurlijk anders. Ja, dat is ook, daar gaat het ook natuurlijk niet over. Maar het heeft wel een kentering gebracht in jouw leven. Ja. En toen kwam op een gegeven moment het moment van jouw rentree in Nil Talk Live. We hebben ook een klein stukje van de eerste demo. Voor het lookbook. Ja, voor het lookbook. Ja, de eerste demo na de zwangerschap. Ja. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik ga vandaag uit mijn comfortzone, want ik ga een French inlay voor jullie maken. Dit is wat ik voor jullie ga maken. Wil je weten hoe ik dit gemaakt heb? Blijf dan kijken. En zorg ik dat die eigenlijk mooi aansluitend is met het muurtje die ik gemaakt heb. Dat is strakjes ook makkelijker voor het veilen. Oké, ik heb de nagel nu afgelakt en we gaan kijken hoe die is geworden. Nou, dit is hem dus geworden. En je kan zelf kiezen eigenlijk wat voor inlay je kan doen. Je kan zoveel producten gebruiken, maar ik vond deze combinatie heel erg leuk. Dit was hem dan voor vandaag. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Laat in de comments weten wat je ervan vond en ik zie jullie natuurlijk snel weer. Ja, dit was voor het lookbook. Jij dacht, het had ze flats, ik ben er weer. Ik moet nu gaan, ja. Ik moet nu weer back zijn, ja. Ja, een heftig nageltje. Ja. Wel leuk natuurlijk, voor het lookbook prachtig. Maar het was zo van, anders. De blush babe is back. Ja. Wat een identity crisis. Ja, ik had ook niet met blush gewerkt ook. Nee, dat was natuurlijk een soort mengsel. Ja. Wat wel leuk was, in diezelfde periode hebben we natuurlijk de koffieblusjes. Ja. Jij, maar ook Luelle kwamen afzonderlijk van elkaar naar mij toe. Van, hey Pepijn, ik wil kleuren. En jij en Syriza gaan altijd naar de Starbucks. Dat op het irritante af. Echt, je wacht uren op Starbucks. Ja, nou in ieder geval, hoewel ik jullie afgelopen zaterdag op Starbucks heb getrakteerd. Dat is erg atypisch. Maar jullie wilden natuurlijk de koffieblusjes. En toen vroeg ik jou, en Luelle, Demi, maar ook Kelsey, om model te zijn. Hoe vond je dat? Ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Ja. Ja? Ja, weet je, je komt gewoon in een vertrouwde omgeving. Het is niet dat je de hele crew niet kent en je komt als model binnen. Dus het was eigenlijk gewoon, ja, ik kende jullie allemaal al. Dus dat was eigenlijk wel gewoon heel erg leuk om te doen. En je hebt natuurlijk ook weer meegedacht over dat proces en over die gels. Dus dan voelt dat gewoon echt als een soort van, ja, nou is het ook logisch dat ik dan model ben, bijvoorbeeld. Ja, ik vond het ook wel leuk. Ja, en ik vind het echt nog steeds een van de leukste collecties
om zelf te dragen. Want ik hou van beige, zoals jullie kunnen zien. Dus ik ga echt heel vaak ook gewoon weer voor flat white of latte macchiato voor mezelf. Ja, ik vind het gewoon een heerlijke kleur om te dragen. Maar over koffie gesproken, welke koffie drink je het liefst? Iced white mocha met sojamelk. Oh. Dat is mijn iced order. Iced white mocha. Wat is dan white? Wat maakt het white? Die sojamelk? Nee, white mocha. Wat is dat? Chocola. Oh! Is dat witte chocola? Ja. Dus eigenlijk witte chocola gemaakt van sojamelk? Nee. Het is een iced white. Ik snap er helemaal niks van. Ja. Die sojamelk is gewoon puur, anders dan ga ik buikpijn krijgen als het met gewone melk is. Oké. Okay. Ja. Nou, in ieder geval, we hebben een behind the scenes natuurlijk van de koffiecollectie ook. Oh, het is al bijna 4:10 stil, dus we moeten opschieten. Ja, dat was natuurlijk Gina en niet Demi. Ja. Maar ja, er gebeurt zoveel in mijn hoofd tegelijkertijd. Ik vergis me ook af en toe. Maar Gina is natuurlijk ook Blush Babe. Is er ook weer met het event bij. Ja. Dus ja, sorry dat ik me versprak. Demi is onze technische nagelstylist. Hoewel die ook heel veel met Blush doet. Mm-hmm. Demi doet eigenlijk alles. Maar jij doet ook alles. Voordat we verder gaan, want we komen nu in het fun gedeelte terecht. De afronding. Ik had afgelopen maandag natuurlijk een e-workshop. En toen heb ik beloofd dat ik 2 keer de nieuwe producten zou gaan verloten. En ik heb al gegrabbeld gisteren met Gil. Het was niet woensdag, maar het is heel druk. Dus bij deze wil ik de winnaars bekendmaken van alle nieuwe producten. Ik ga die straks ook een persoonlijk berichtje sturen. Want anders gaan ze misschien bestellen vanavond om 12 uur. Ja. Maar de winnaars van alle nieuwe producten zijn, kijk maar mee, Sabine Peters en Karin Kramer. En zij krijgen in een Magnetic een nieuwe shoulder bag, krijgen zij alle nieuwe producten die wij dit weekend gaan lanceren toegestuurd. Dus van harte gefeliciteerd. En ik laat jullie alle 2 een persoonlijk bericht sturen dat jullie weten dat dat voor jullie klaar staat. En willen jullie dan nog wat bestellen, dan kan dat in dezelfde bestelling mee. Dus ik zal dat zo direct, van harte gefeliciteerd. Ik zal dat zo direct even doorgeven aan Katri. Het van harte gegund. En helemaal fair. Hè? Ik heb het allemaal in een grote vaas gedaan en zo gedaan. En dus echt totaal niet persoonlijke voorkeuren. Hoewel ik altijd persoonlijke voorkeuren heb, maar dat is mijn eigen ding. Het is niet altijd heel mooi wat jij maakt. Oh. Soms is het ook wel een beetje vreemd. Oh. Ik herinner me een soort kerstboompjes van confetti dingen. Ja. En ik weet nog wel... Ja, ik had op een gegeven moment een demo van jou, een confetti boompje met confetti dingen. En ik zit die show te doen, samen met Syriza. En ik zeg tegen Syriza, terwijl we die aan het uitzenden zijn, ik snap het niet. Dit is niet. Ik begrijp het niet. Ja. Ik begrijp het niet. Wat is er aan de hand? Heeft ze te veel melk geproduceerd of zo? Nee, dat was nog die tijd daarvoor. Maar dat waren, ik moest toen demo's doen van echt korte, easy, nieuwe art dingetjes. Maar weet je wat nou zo grappig was? Tijdens die demo gingen er allemaal mensen reageren daaronder met dit is leuk. Wat een goed idee. Ja. Dit is leuk. Waarmee is dat gedaan? En die moet ik ook hebben. En toen gingen heel veel mensen daardoor geïnspireerd dingen doen. Oh, terwijl ik het helemaal niet begreep. Nee, Dus je kunt soms zien dat je soms heel erg out of the box kunt denken voordat je de box weer ingaat. Ja. Maar bij dit design is dat niet zo goed gelukt. Kijk maar mee. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik heb voor jullie een mat design gemaakt dit keer. Okay. Namelijk dit design. En als je beweegt, zie je echt een hele leuke reflectie komen. Wil je dit niet zien? Dan doen we een commercial. Dan heb ik hier beneden de commercial. Die duurt even lang als dit design, dus dat maakt niet uit. Weet je hoe ik dit heb gemaakt? Nee, ik ook niet.
Zullen we dit gewoon een keer voor 1 april doen? Wil je dit niet zien? Ik ook niet. Nou, weet je wat? Ik zou zeggen, ga maar terug naar mijn fijne Sarisa. Oh, oké. Okay. Ik vind het echt heel grappig. Ik was het helemaal vergeten. Ja. Ach, ja, you win some, you lose some. We hadden toen zoveel demos die ik moest doen. Voor alle shows moest ik een nieuw art doen. En toen had ik dit. En wat bleek, uiteindelijk had ik dus eigenlijk 1 demo te veel. En toen dacht ik, dan wordt dit die ene demo te veel die we niet hoeven uit te zenden. Ja, was het niet? Nee, nou, het idee was misschien wel grappig. Maar het is ook best lastig. Hè? Want jij moest op een gegeven moment nail art demos gaan doen. Vast. Ja. Een sales quickie. Ja. Die naam ja. vergeet ik ook ja, nooit ja, meer. Die ja, had ja, ik ja. een sales quickie genoemd. Nou, dat mocht van niemand. Nee. Want dat was het verkeerde ja. betekenis, had dat. Maar goed. Dan heb je het lastig. Oh, ja. ja. En ik liet het nog aan Gil zien. En hij zat ook van, wat is dit? Ja, nou, zo dus. Het was het niet. Ja, wat ik al die tijd nog zit te denken. Jij bent extreem perfectionistisch, denk ik. Ik denk ook dat samen met het allemaal bolwerken, ook de reden is dat je op een gegeven moment een burn-out hebt gehad, omdat je het beste van je beste van het beste. Maar je maakt het jezelf ook niet echt makkelijk of zo, hè? Nee, inderdaad. Ik ben echt gewoon, ja, ik wil gewoon iets echt perfect hebben, inderdaad. En zeker als ik dan iets gezien heb online en ik ook zoiets maken. En dan wordt het net niet. En ja, weet je, dan wil je gewoon net zo hard doorgaan totdat het wel uiteindelijk zo wordt. Dus dat is wel echt weer lastig, maar ik denk dat het ook wel echt door de jaren heen, en als je ouder wordt, dat je op een gegeven moment ook denkt van, het is goed zo. Ja. En zeker ook als voorbeeld, wat ik ook echt soms tegen cursisten zeg, is, je bent aan het werken met een klant en het is eigenlijk bijna nooit zoals hoe je wil. Er is altijd wel iets dat je denkt, dat kan wel beter. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van, in de salon, een klant ziet het niet. Dus voor salonwerk, voor een klant, is dit gewoon accepteren. Goed. Ja, is dat gewoon prima. En die klant zegt, meid, wat mooi, helemaal leuk. En jij weet waar je de volgende keer aan moet denken, aan moet werken. En die klant is gewoon blij de deur uitgegaan. En dat is ook wel iets waar ik zeker in de salon echt wel vaak mezelf aan herinnerd heb. Ja, ik denk ook dat je moet opletten dat je niet de kroon van je eigen hoofd afstoot. Ja. Dus ook bij je klanten dan niet gaan zeggen, oh, dit had beter moeten zijn, dat had anders moeten zijn, zus had anders moeten zijn. Want dat heeft natuurlijk toch een nadelige invloed op hun waardering. Ja, ja, ja. Wat onterecht is. Ja. Want ook al leg jij je maatstaf hier. Die klant vindt het gewoon hartstikke prima. Maar de rest van de wereld legt hem ook hier. Nee, ja. Dus ja. Alleen, je bent ook echt buitengewoon weird. Want jij bent de enige persoon in mijn hele leven die ik heb gekend die een agenda koopt op Etsy. Oh. Om hem dan op een iPad te gaan zetten. Om hem zelf te gaan maken. Ja. Voor de agendaafspraken. Ja. Ik vond dat zo'n gecompliceerde oplossing voor iets waar je gewoon een appie voor hebt. Ja, en ik zou even zeggen, ik heb dat appie nu ook. Ja, het was het niet meer. Ik wilde helemaal aesthetic dat ik dacht, het moet helemaal leuk en ik ga het helemaal indelen. En ik weet niet wat dat voor gekke iets nou, was. Nou, echt buitengewoon vreemd. En ik heb het een tijd volgehouden, dat hoor. Weet ik. Echt een tijd. Want iedere keer dat ik dan een afspraak met jou, kwam die iPad weer tevoorschijn. Dan had ze dus niet de telefoon, die gebruikte ze dan niet. Maar, hé, loopt dit niet door? Oh, wat had ik nou gedaan? Maar dan loopt hij dus, dan wilde ik een afspraak met je maken en dan niet met je telefoon. Nee, dan kwam die iPad weer tevoorschijn met die vreemde zelfgemaakte agenda. Ja. Die ook nog eens geld had gekost. Ja, nou, nu heb ik gewoon lekker mijn agenda op mijn telefoon. Maar ik heb wel mijn iPad gekocht. Maar als jij vanavond, nou vanaf vanavond 12 uur boodschappen gaat doen, krijg je ook een magnetic agenda. Ja, alleen krijg je hem dan wel pas iets later, want hij is er nog niet. Maar dat heb ik al verteld. We hebben nog even wat bloopers van jou, Sil. Lastig om van zo'n perfectioniste bloopers te krijgen, maar we hebben ze wel. And she has things that clients do. Wat wou ik zeggen? Jullie, nou, door jongens, jullie, hè? Goed zo. Stel je... Stel je voor dat je niet uit je woorden komt, dan ga je gewoon wat doen. Oké. Okay. Over die glitters ga ik dus zachtjes buffelen. Shit. Ik wist het, want dat was thuis ook gebeurd. Oké, okay, dit is het eindresultaat. Door de camera zie je niet alle gloed...
Gloedjes. Nou, ik, weet je wat? Zoek het uit. Ja, yeah, I'm also... Waarom zit... Ik hoor ze lachen. Ja, omdat het hier 3 keer een heel verhaal wordt verteld en de 4e keer is het gewoon... Nee hoor, sorry. Doei. Oké, hij is helemaal klaar en we gaan kijken naar het... Voor de heren, heren... Oké. Ja, gewoon Japans gaat van die bomen. Oké. Dus net wat meer dekking. Ik ga nu de nagel veilen en dat doe ik met mijn buffing A lot of magnetic trainers are also using the stamping plate. And now I'm going to show you some pieces. I use one line. Ik ga het niet zeggen. Ik ga het niet zeggen. Nee. Ik stop ermee. Ik ga wat anders zeggen. Yes, I use a white line. Nee. Nee. Maar waarom wil ik white liner gel zeggen? Omdat ik dat altijd gebruik. Ik kan het niet meer. De liner gel is wel. Ja. I use the liner gel as well. Oké. Okay. 3, 2, 1. Jeetje. Ja, het hebben we een plezier gehad. Hè? Oh ja, inderdaad. Al die Engelse shows, dat was ook allemaal achter elkaar. Ja, allemaal in één weekend. Allemaal in één weekend, ja. Dat was echt killing. Ja. Inderdaad. Voor iedereen. Ja, zeker. Maar goed, je hebt het toch allemaal meegemaakt met je jonge 25 ja, jaar. Ja, en als ik het zo terug zie, denk ik, oh ja, dat was dat. Oh ja, inderdaad, dat was toen. Dus ja. Ja. Grappig om terug te zien, echt. Ja, ik vond het een ontzettend leuk gesprek, Sil. Ja. Ik denk dat het wel... het ging natuurlijk over social media, maar als mensen echt meer willen leren, dan moeten ze naar een van je lessen komen, hè? Ja, inderdaad. Zeker weten. En ik denk dat zeker voor op Instagram de basis is ook wel echt gewoon een goede foto maken. En net zoals wat ik zeg, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stijl. En in die les kunnen we gewoon echt kijken van wat vind jij leuk om te maken. En ik laat je gewoon wat tips en tricks zien in de zin van... Welke posities is makkelijk om de hand neer te zetten? Ja. En vanaf welke kant ga jij een foto maken? En dat kan jou allemaal helpen om uiteindelijk jouw eigen identiteit te creëren op social media. Ja, dus ik zou het wel weten. Ja. Ik zou hem gewoon een paar keer doen. Ja, ik denk dat je ook echt elke keer gewoon weer andere dingen leert. En ja, weet je, want je bent natuurlijk ook gewoon zelf bezig om foto's te maken. Dus ja, gewoon oefenen. En ik kan je ook gelijk wat tips geven. Ook een klein beetje nabewerking. Dus een leuke start voor degene die nu denkt, ja, ik doe eigenlijk niks met Instagram of met mijn Facebook. Om dan via zoiets gewoon even die boost te krijgen om te gaan plaatsen. Ja, maar ook als je nou al heel veel ervaring hebt. Zeker. Want je hoort vandaag in het gesprek dat je ook echt beweegredenen hebt voor de dingen die je doet. Ja. Dus ik denk ook dat je op een vrij hoog niveau echt met jou kunt sparren over... Hey, ik merk dat dit gebeurt of dat gebeurt. Mm-hmm. En hoe zou je dat nou eens dan... hoe zou je dit moeten analyseren en wat gebeurt er dan? Ja, dat is wel heel interessant, denk ik, voor zeker. Mensen. Ja, zeker weten, inderdaad. Ja. En misschien voor jou ook wel, want dan kun je een beetje levelen. Ja, oh, dat was een goede inkopper. Ja. Ja, hè? Nou, in ieder geval, mocht je een cursus willen doen van Sylvana, dan kan dat natuurlijk. Dit weekend krijg je ook 15% korting op alle lessen van Magnetic Nail Design in Weert, Kaatsheuvel en Soesterberg. En je bent overal ingepland. Mm-hmm. Want vanavond om 8 uur begint het kortingsweekend. Woehoe! En dat is natuurlijk morgen, overmorgen en maandag. Je kunt shoppen met korting. 15% korting op het hele assortiment. 15% op lesgeld. 10% op Elektra. En natuurlijk lanceren wij de nieuwe producten. En Gemma, de agenda is er aanstaande woensdag. Dus tegen het eind van de week is de agenda er weer volgende week. Oh, want dat was ook een gedoe. Jij bent in Soesterberg, toch? Je bent toch les aan het geven? Ja, ik ben zondag in Soesterberg, inderdaad. Welke les begeef je? De Booming Shape It. Shape It Booms. Ja. Booming Shape It. Shape It Booms, dat klinkt een beetje stom. Ja, nee, Booming Shape It. Ja, nou, leuk. Dan kunnen we even komen kijken bij jou in de les wat je allemaal aan het doen bent. Ja, zeker. En ik heb er heel erg van genoten. Ik vond het leuk. Ik vond het ook weer heel erg leuk om hier te zijn. En we gaan snel weer terug, want de naast van Anouk moet volgens mij nog een beetje worden geretoucheerd. Ja, inderdaad. Ik ben ook wel benieuwd wat Jessica aan het doen is. Ja, gaan we lekker even terug. Ja, en of de ballonnen er zijn? Ja. Dus... Vergeet niet online te shoppen of kom gezellig langs in Weert, Soesterberg en Kaatsheuvel.
Ik ga morgenochtend ook live samen met Syriza. En voor nu was dit de zomergasten. Ik moet de volgende zomergasten gaan plannen. Maar ik denk dat dat herfstgasten gaan worden. Ja, dat denk ik ook. Wat denk jij? Zal ik hiermee door blijven gaan of zal ik ermee stoppen? Wat denken jullie? Ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind het ook wel leuk, maar ik vind kletsen altijd leuk. Ja. Dat is een beetje my downfall. Mm-hmm. Maar goed, we hebben nog veel te doen. Wij wensen jullie een hele fijne vrijdagmiddag. Kom lekker langs. Shop online en laat ons weten wat jullie er allemaal van vinden. En show natuurlijk alle nieuwe producten. Hè? Nou, dat zeg jij. Ja. Dat zeg jij goed. Ja. Want als jij lekker gaat shoppen en jij maakt een post van de nieuwe producten en je tagt ons, Magnetic Nail Design, daarin, op Insta of op Facebook, dan maak jij kans op een voucher van €250. Wauw, ja. Hoe wist jij dat? Ik heb gekeken. Heb jij gekeken? Ik heb gekeken. Oh, tuttebel. Ja. Ja, dan maak je kans op een voucher van €250 te besteden voor alles wat je wil. Dus, ik zou zeggen, sla je slag en wij belonen die. In ieder geval, wij gaan door, zegt Aletta. Superleuk. Dank je wel, lieve schat. Jij ook, dank je wel, Gil. Dank je wel voor het kijken en voor iedereen die terugluistert. Veel plezier. Tot snel, tot dit weekend. Tot Nail Talk Live.